Hallo, ik ben Tim Malfi. Ik heet jullie van harte welkom op deze startsessie van Talent, ons nieuwste leermiddel voor taal en spelling. Wat gaan we doen? In dit uh, algemeen filmpje ga ik jullie meenemen in uh, de algemene uh, zaken rond talent. We gaan ook kijken wat talent uniek maakt. En daarnaast, voor we beginnen aan dat algemeen deel. Zou ik dit even willen aanhalen? Het is heel belangrijk. Er zijn ook leerjaarspecifieke filmpjes. En er is ook een opleidingsfilmpje, Bingel, in combinatie met talent. Dat is zeker de moeite waard om te bekijken waarom. Bingel is zeker een onderdeel van talent. Ze gaan hand in hand samen. Dus ik verwijs dan ook heel graag door. Naast dit algemeen filmpje, naar de leerjaarspecifieke filmpjes van Talent en het opleidingsfilmpje rond Bingel. Dat gaat ook opvallen doorheen deze presentatie, doorheen dit filmpje. Ga je vaak die icoontjes zien, LJ en die B. En dat verwijst naar de leerjaarspecifieke filmpjes en naar het filmpje rond Bingel. Bingel in combinatie natuurlijk met Talent. Goed. Talent maakt je taalles samenhangend, functioneel, coöperatief en leuk. En wat is daar nu zo belangrijk aan? Dat is uiteraard dat op die manier elke leerling taalvaardig wordt. Dat is heel belangrijk. En daar streven we naar met Talent. Daar geloven we heel sterk in. Als we gaan kijken wat Talent nu uniek maakt, dan is dat vooral samenhang en die samenhang situeert zich op drie niveaus. Eén, er is samenhang tussen de taaldomeinen luisteren, lezen, spreken en schrijven. Dat zien jullie hier. Met natuurlijk betekenisvol en waar mogelijk zo functioneel mogelijk taalgebruik. De tweede samenhang is de link met onze methode opverkenning. Bij minstens drie thema's per leerjaar, waarin dat we inzetten op de uittyping van woordenschat en de transfer van strategieën. Maar dan hebben we ook nog een derde niveau van samenhang en dat is terug te vinden in de drie mini-projecten. Zo heb je er telkens drie per leerjaar en daar komt taal als opstap aan bod ja, richting andere leerdomeinen. Zoals daar zijn, Nederlands natuurlijk, waar dat we, hè, de, de basis, wereldoriëntatie, link naar muzische opvoeding, wiskunde en ook media. Het echt projectmatig gaan werken met op het einde een product of toonmoment. Heel, heel, heel leuk. Ja. Krijgen we ontzettend goede feedback over, uit het werkveld ook. Goed. Als we nu kijken, komen er natuurlijk binnen talent ook veel coöperatieve werkvormen aan bod. Hier zien jullie een overzicht van die coöperatieve werkvormen. En belangrijk om te vermelden, dat is dat de werkvormen die in de iets donkerdere kleur zijn aangeduid, dat dit de nieuwe werkvormen zijn voor de leerlingen. Dus die krijgen ze eigenlijk de eerste keer aangeboden. Merk op natuurlijk, in leerjaar 2 zijn die allemaal met die donkere kleur aangeduid. Dat is natuurlijk ook allemaal nieuw voor de leerlingen. Als de leerlingen overgaan naar leerjaar 3, dan merk je ook op dat ze een aantal van die werkvormen gaan behouden en dat daar een aantal nieuwe coöperatieve werkvormen bij komen. Ja. En zo gaat dat verder en bouwt dat op tot en met leerjaar 6. Dit is trouwens ook terug te vinden, dit overzicht van die werkvormen, op Bingel, ja, onder de downloads in het lerarengedeelte. Jullie weten dit misschien wel al, maar misschien mogelijk ook niet. Dat is dat we bij... Van in en zeker ook binnen talent heel sterk geloven in convergente differentiatie. Wat willen we daar specifiek mee zeggen? Dat is eigenlijk dat we elke les gaan starten samen, dat nadien de leerlingen eigenlijk individueel of in groepjes gaan oefenen op een bepaald niveau en dan op het einde komen we opnieuw samen. Dus we beginnen de les samen, we oefenen. Individueel in kleine groepjes, in duo, op een bepaald niveau. En dan komen we altijd op het einde van de les terug samen. Convergente differentiatie. Heel belangrijk, die differentiatie is ook ingebed in de lessen. Zo gaan jullie ook zien dat in de taalschriften er heel vaak icoontjes worden gebruikt. Met horizontale pijltjes, zodat jullie hier kunnen zien. En ook met opstijgende pijltjes. Dit duidt op tempo-differentiatie, op niveau-differentiatie en wat er ook bestaat, dat is teksten op een lager leesniveau ter voorbereiding van moeilijkere teksten die dan mogelijk in de lessen aan bod komen. Heel belangrijk, ja, die convergente differentiatie. Dit maakt ook talent voor een groot stuk uniek. Als we dan kijken naar de planning en structuur, dan zijn er twee opties, er zijn twee mogelijkheden. We hebben één, een jaarplan met 30 lesweken en er is een jaarplan met 27 lesweken. Ik ga direct even het verschil duiden. Heel belangrijk, dat is dat talent zes en een halve lestijd per week nodig heeft. Vijf lestijden voor taal, één en een halve lestijd voor spelling. Als we nu kijken naar het verschil bij die 30 lesweken, dan hebben we de 9 basisthema's, integratie, taal en spelling, en dan komen daar die 3 mini-projecten, waar dat ik het daarnet over had, die komen daarbij. Eén ja. thema duurt telkens 3 lesweken, dan komen we uit op 27 weken, en één mini-project duurt ongeveer 1 week. Dit maakt dat in dat ene jaarplan met die 30 lesweken, de combinatie van die 9 basistema's en de 3 mini-projecten, dat we uitkomen op 30 lesweken. Bij het andere, de 27 lesweken, gaan we uit van de 9 basistema's en daar komen dan de 3 mini-projecten niet aan bod. Ja, dat is een keuze. Heb je uh, de tijd en lukt dat om die 3 mini-projecten te geven? Zeker doen. Ja, lukt het niet? Dan kan je ze weglaten en op die manier hou je enerzijds zeven bufferweken over of als de drie mini-projecten niet worden gegeven hou je tien bufferweken over. Ik had het daarnet al over aantrekkelijke thema's en over de link met opverkenning en daarnet vermelde ik al dat er minstens drie thema's per leerjaar gelinkt worden aan onze methode opverkenning wereldoriëntatie. Dat zie je hier op deze slide. Ja. Die thema's die in een donkere kleur staan, die, worden eigenlijk, die zijn heel goed te linken met opverkenning. Dan hebben we ook nog ja, linken tussen thema's per graad. En dan heb je natuurlijk ook nog die drie domeinoverschrijdende mini-projecten. Als we kijken naar de opbouw van een thema, dan zien we, dat daar altijd binnen elk thema eerst een kennismakingsactiviteit aan bod komt. Dan gaan we over naar vlot en vloeiend lezen. Dan is er taalvaardigheid, aandacht voor taalvaardigheid, waarbij dat lezen, luisteren, spreken en schrijven samenhangend aan bod komen. Ja, dat had ik daarnet ook al vermeld, hè. geeft talent ook dat unieke karakter. Er is uiteraard aandacht voor spelling in elke lesweek. Taaldenken, taalbeschouwing, komt aan bod, zeker en vast. En dan in week 2 komt daar ook nog een taalspelles bij. Die afkorting TS staat dan voor taalspel. En in week 3 hebben we dan nog een les rond betekenissen, woordenschat, woordverklaring en aandacht natuurlijk voor differentiatie en evaluatie. Dit is de opbouw, ja, algemeen bekeken. Van een thema binnen talent. En we gaan dat dan ook meer specifiek gaan bekijken, eh, zeker en vast ook in de eh, leerjaarspecifieke filmpjes. Goed, heel belangrijk, lezen. Wij geloven ontzettend hard in een goed leesbeleid. Eh, Kei belangrijk. En lezen komt dan ook ontzettend sterk aan bod binnen talent. Ik wil jullie eventjes meenemen hoe onze visie ja, is uitgewerkt rond lezen binnen de methode. En daarvoor kijken we eerst naar een filmpje rond gedifferentieerd lezen. 39 Vlaamse jeugdauteurs schreven speciaal voor talent compacte kinder- en jeugdboeken. Wij vroegen ze om gekoppeld aan een thema een verhaal uit te werken dat we dan ook gebruiken als basis. Om het thema vorm te geven. Zo hebben we bijvoorbeeld filmpjes laten maken van de jeugdauteur die over zijn of haar boek vertelt. Om de kinderen nieuwsgierig te maken. Zodat ze s avonds als ze thuiskomen op binnen stiekem gaan lezen. Een van de belangrijkste voorwaarden om dat ook te kunnen krijgen is haalbare teksten lezen. Vandaar ook dat we de boeken van de jeugdauteurs op drie verschillende avondniveaus hebben laten schrijven. Dat betekent dat je het boek een basisversie hebt, maar ook in een verlaagde versie en een verhoogde versie. Zo kan elk kind op zijn of haar niveau lezen. En wat daarbij belangrijk is, we willen niet stigmatiseren. We willen die moeilijke lezer niet het gevoel geven dat hij of zij zwakker is dan een andere leerling. Daarom lezen we in Bingel. Het kind klikt op de titel en doordat de leerkracht het AV-niveau heeft ingevoerd in Bingel, gaat Bingel de juiste versie kiezen. Zelfde cover, zelfde prenten, zelfde verhaal maar leestechnisch iets moeilijker of gemakkelijker. Open je ogen en zie hoe mooi de wereld is. Nee, dank je. Dat je... Nee, iets... Ja. Expressief lezen vinden we belangrijk in talent. Daarom hebben we onder meer theaterteksten geïmplementeerd. Theaterteksten zijn teksten waarbij rollen uitgeschreven staan. Die rollen zijn geschreven op verschillende leestechnische niveaus. Dat betekent dat een goede lezer, een gemiddelde lezer, en een moeilijke lezer samenlezen, ieder één rol, ieder op zijn niveau. En op die manier krijg je niet die frustratie, maar wel dat samengevoel, samenlezen, samen teksten bekijken. Alle titels van Talent kan je straks lezen op Bingel. En Bingel gaat daarbij ook ondersteunen. In de boekjes is leesondersteuning vervat. Dat betekent dat de woorden oplichten en eventueel ook beluisterd kunnen worden. De slaapkamer van opa. Op die manier kan je als kind de hele tekst beluisteren of kleine delen van de tekst. Of je kan gewoon Bingel jou laten ondersteunen en samen met Bingel duolezen. Talent helpt lezen weer leuk maken, zowel op school als thuis. Zo. Ik hoop dat jullie het interessant vonden, het filmpje. Ik alvast wel. Heel belangrijk: dat is natuurlijk dat de kinderen ook graag en goed lezen. We hebben aan Vlaamse jeugdauteurs gevraagd om boekjes te schrijven voor talent. Dat is natuurlijk ook weer uniek. Je gaat me dat verschillende keren horen vertellen, dat deze methode natuurlijk een aantal heel unieke zaken in zich heeft. En dat is belangrijk. Ja. Wij geloven daar echt in. Leesmotivatie, graag en goed lezen, ja, dat maakt ook betere lezers. En hoe zetten wij daarop in? Er is uiteraard nog aandacht voor klassiekers hè, binnen de methode. Naast die uh, specifieke boekjes die voor talent geschreven zijn, hebben we uiteraard ook nog aandacht voor klassiekers. Zeker in de bovenbouw, hè. dat zien jullie ook staan. Je kan als leerkracht ook filmpjes gaan inzetten van die Vlaamse jeugdauteurs. Er zijn verschillende auteurs die een filmpje hebben opgenomen die je perfect ook kan projecteren op je digitaal bord, wat zeker natuurlijk ook de leesmotivatie ten goede komt. En dan kan je gedifferentieerd laten lezen, zowel op papier maar ook digitaal. En daar kom ik straks op terug. Ik ga eventjes door. Je hoorde mij daarnet zeggen, digitaal lezen. Wel, als leerkracht vind je eigenlijk de digitale boekenkast op het leraargedeelte in Bingel. En daar wordt er natuurlijk ook een beetje meer uitleg over gegeven in dat opleidingsfilmpje rond Bingel, waar dat ik in het begin van de presentatie naar verwees. Nu, in die digitale boekenkast kan je als leerkracht je leerlingen terugvinden. Je vindt dat de, de lijst van je leerlingen. En je kan daar eigenlijk het aviniveau niveau gaan ingeven per leerling. En wat er dan interessant is, dat is dat Bingel dan eigenlijk het meest geschikte boekje, de meest geschikte boekjes, voor de leerlingen gaat gaan selecteren. Ja, op basis van het niveau dat jij als leerkracht hebt ingegeven. Dat vind je dus op het leraargedeelte in Bingel, onder de tegel Eiland en dan het tabblad Boekenkast. Dit is een voorbeeld hè, van die drie leesniveaus die zijn ingebed. Uh, je ziet daar staan het lagere niveau, E3, het basisleesniveau en dan het hogere leesniveau. Ja? Waarbij dat bingel die niveaus gaat suggereren aan de leerling. Hoe ziet de leerling dat nu als de leerling inlogt in zijn of haar bingelomgeving? Dan gaat het er op die manier uitzien. Ja? En ze hebben eigenlijk onderaan zo'n menubalkje waarbij dat er een uh, boekicoontje ook tussen staat. Nu dat boekicoontje, daar kunnen ze op doorklikken en dan zien ze eigenlijk de uh, kaften van de verschillende boekjes. Heel interessant, ja, en dat is volgens ons ook de meerwaarde van dat digitaal lezen ten opzichte van enkel het lezen op papier. De combinatie is natuurlijk fantastisch. Maar wat kan je hier bereiken? Je kan enerzijds eigenlijk de leerlingen een filmpje laten bekijken die een beetje de korte inhoud weergeeft over dat boek. En heel interessant. Dat is eigenlijk dat ze voor het effectieve lezen oefeningen kunnen gaan maken op correct lezen van bepaalde moeilijke woorden die in dat boekje of in het verhaal aan bod komen. Leestechnisch natuurlijk ook. Dat ze na die oefeningen op woordenschat, dat ze dan naar het effectieve lezen kunnen doorgaan, naar het boekje zelf. Al dan niet met leesondersteuning, die jij ook als leerkracht kan aan- of uitvinken in het leraargedeelte. En na het lezen, na het leesproces zelf, het lezen, dan kunnen ze ook nog oefeningen maken op ja, tekstbegrip. Vragen bij het verhaal. Een ontzettend grote meerwaarde. En dit, echt waar beste mensen, is uit het werkveld ook zoveel naar voren gekomen. De mensen die met talent aan de slag zijn, die zeggen ook, dit is voor ons iets fantastisch. Ja? Dit is een grote meerwaarde, omdat je dat niet kan bereiken enkel op papier... Als je daar zelf als leerkracht natuurlijk geen opdrachten aan koppelt, heel, heel, heel sterk die digitale boekenkast, geïntegreerd in Bingel, zowel voor jullie als leerkracht, maar zeker ook natuurlijk voor de leerlingen. We hebben binnen Talent ook aandacht voor de didactische sleutels voor goed leesonderwijs. Die didactische sleutels zijn mee opgenomen ja, in de methode. Je gaat dat verschillende keren ook zien terugkomen. Wil je daar meer over weten, dan kan je dat altijd gaan nalezen op, en je ziet dat daar ook staan, op de website talentvoortaal.be. Sleutels. Ja. Doe dat zeker, heel interessant. Dan bekijk ik graag nog even met jullie het differentiëren voor de toets, het evalueren en toetsen en het remediëren en verrijken na de toets. Focus op zorg voor alle niveaus. Er zijn twee manieren. Je kan gaan differentiëren voor de toets op basis van het portfolio met daaropvolgend de evaluatie. Of je kan gaan evalueren met daaropvolgend het remediëren en verrijken na de toets op basis van de toetsresultaat. Dat is een keuze die jij als leerkracht kan maken per thema. Ja, en er is zeker meer dan voldoende tijd voorzien voor het differentiëren en evalueren binnen talent. Als we nu kijken naar differentiëren op basis van het portfolio, dus voor het toetsen, dan kan je daar een blad voor terugvinden. Je hebt dat op papier, maar je kan dat ook terugvinden onder het leraargedeelte op Bingel, bij de downloads, in een Excel-tabel. Heel interessant. Waarom? Je ziet daar natuurlijk de verschillende doelen. Je kan dat ook gaan aangeven voor de leerlingen, of ze dat bereiken of niet. En je kan dan ook gaan zien, en nu wordt het heel interessant, in dat groene gedeelte de inhouden die later in het schooljaar ook nog aan bod komen. En dan kan je natuurlijk als leerkracht ervoor gaan kiezen om ja, al dan niet onmiddellijk al te gaan ingrijpen of de leerling nog een aantal extra kansen te geven voor het inoefenen van die specifieke uh, inhouden. Heel belangrijk. En je ziet daar ook nog staan, zo in dat kadertje. Een aantal sterren en smileys, dat wijst op zelfevaluatie Die kadertjes vinden de leerlingen in hun taalschriften, op het einde van elke les. En ze kunnen dat natuurlijk zelf ook gaan invullen. Waarbij dat je als leerkracht ook dit kan gebruiken om te gaan koppelen aan, die portfolio, aan dat portfolio. We hebben uiteraard brede evaluatie binnen talent. En die brede evaluatie, ja, drie mogelijkheden: de formatieve toetsen de summatieve toetsen en natuurlijk ook de permanente evaluatie. Je ziet ze daar opgelijst per thema: de summatieve toetsen na thema 4 en thema 9 en dan ook de controledictes voor spelling na thema 3, 6 en 9. Voor de permanente evaluatie gaat het over observatieschema's voor de onderdelen schrijven, spreken, luisteren en lezen. Dan hebben we natuurlijk zorg Remediering en verrijking na het toetsen. Je kan dat nog altijd op papier gaan organiseren als leerkracht, maar je kan dat ook digitaal. En digitaal gaat dat via Bingel. Je geeft de toetsresultaten in per leerling. En dan gaat Bingel zelf eigenlijk suggesties gaan geven voor remediering op maat per leerling. Je kan dat gaan afdrukken, maar je kan dat ook perfect als digitale taak gaan klaarzetten voor je leerling. We gaan jullie ook uiteraard gaan ondersteunen bij talent. En hoe gaan we dat doen? Dat toon ik jullie straks. Ik wens jullie sowieso te bedanken voor het bekijken van dit filmpje. Vergeet zeker ook niet um, het leerjaarspecifieke filmpje te bekijken van jouw leerjaar. Vergeet ook niet te kijken naar het opleidingsfilmpje Bingel in combinatie met Talent, waarbij dat er heel wat praktische tips en tricks worden uh, gedeeld. Uh, voor de talentgebruikers en de ondersteuning die kunnen jullie absoluut vinden op de website via vanin.be ondersteuning/talent. Er bestaat een methode mailbox van talent talent@vanin.be. Mail jullie vragen door. Heb je bemerkingen, laat het ons weten. Heel heel belangrijk voor ons ook hè, om die band ook met jullie te houden. Um, heel belangrijk. Daar leren wij zelf ook nog altijd uit als uh, uitgeverij. En natuurlijk ook de gesloten Facebookgroepen die bestaan van elk leerjaar voor Talent. Schrijf je daar vrijblijvend op in. Heel interessant waarom? Er worden daar ontzettend veel praktische tips gedeeld tussen gebruikers onderling. Mensen die al met talent aan de slag zijn, die tips delen. Heb je bepaalde vragen bij een bepaalde les? Loop je wat vast in een bepaalde les? Ja, neem daar zeker ook eens een kijkje en stel ook daar je vragen. Blijf niet zitten met jullie vragen en bemerkingen. Heb je na het bekijken van de opleidingsfilmpjes nog vragen? Schrijf je dan zeker in voor de Talentvragen-sessie, waarbij dat onze experten voor je klaarstaan om al je vragen te beantwoorden. Wanneer? Op dinsdag 24 augustus om 15 uur of donderdag 26 augustus om 11 uur? Hoe kan je je inschrijven? Via de website via vanin.be Ondersteuning Talent. En dan wens ik je nog heel veel succes bij de opstart. Van talent. Dank je wel.